Papa, we hebben een nieuw babytje. De kabel. Waar gaan we? We zien of Mbappé of Neymar of Messi of Ronaldo daar een zoentje op geven. Wie weet. Ik ben trots op die bal. Hopelijk Mbappé. Ekke. Fiets maar. Ja, goed zo. Park bij ons huis. Het groene park is trouwens bijna klaar. Dit was een parking. 2 jaar later wordt het eindelijk een park. Vergroening van de stad, top. Measure these things by your brains. I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I'll read to you here, Savior. West Loïc, heb je mijn piepers aan? Ja, ja. Echt? Maar, ja, maar ben je dat halen? Ik heb piepers al besteld. Ik heb pieperzaden besteld, sorry. Wat? Moment, eindelijk. Pieperzaden. Pieperzaden. Pieperzot. Wat is dat? Maar piepers, heet de piepers. Heet de piepers. Lekker je paprika. En Loïc heeft een serre, dus Loïc in zijn pan in plaats van cannabis. In plaats van een prei dat hij elke keer brandt. frambozen, man. Aardbeen. Maar van alles. Van alles. Ja. En dit jaar hebben we piepers plant, maar je zegt dat niet gelukt. Is je echt zo negatief? Maar ja, ja. Is een pessimist dat dat is, hè? Waarom ging het niet lekker? Maar ik heb er nog één. Ik heb gewoon een keer een voerproefje gedaan. Als het kieten ze niet, is dat er? Nee. Maar ik had nu een keer een derde plant. Ik kan het zien. Wat heb je? Wanneer ga je bevallen? Morgen. Ik kan nog een paar squats doen. Zo. Dat is wel een vreemd boek dat je hebt, die hoofd. Ja, je hebt het al gezegd, Hannes. Al meerdere keren. Eigenlijk. Allee, ja. Maar de verweten dat ik al naar mijn hoofd gesloten. Verweten? Ik heb gewoon gezegd dat je het dat ik traag ben geworden. Allee, dat was in het begin zelfs nog. Dat ik, ja... Een beetje leeg op mijn walvis. Allemaal gaan we naar huis? Ja, jaloers dat hij hem beter wordt. Dat is wel hoor. Broodjes, meter, hè? Je plat, hè? Toeters aan het bouwen. Merci, wat een leuke dag, hè? Doei. Doei. We hebben even een shot, Marie. Papa! To leave you there by yourself, change. Ik heb dat niet van, hè? Zeg, is goed en niet goed? Ja, ik ga die andere meepakken. Zeg, wat ga je doen vandaag? Ik ga toernooi spelen en ik ga winnen. Ga je winnen? Ja. Ja, Reet is maandag 1 mei en heeft toernooi vandaag. Krijg je een beker, papa? Ik denk het wel, als je wint krijg je een beker. Maar je moet natuurlijk eerst winnen, hè? En hoeveel matchen moet je daarvoor winnen? Geen idee. Wat? Hoeveel matchen moet je daarvoor winnen? Ook weet ook geen idee. Ik weet het niet. Maar we moeten eerst Renner Mike nog ophalen. Andere kant in de auto instappen. Renner Mike werkt bij Bruinhoogs Koffie. Mijn favoriete koffie. Hier, tassen koffie. Ik. Huppen. Alsjeblieft. Zal Allee. Gaan we winnen vandaag? Ja. Ja? Ja. De dochter had het zal wel, hé. Is dat de jongen? Ja, dat is die waar ik mee heb banen gehad, hé. Meneer Bruno, hè. Dat ik het passeer niet meer in mijn koffie. Ik ga dat zeker doen. Alleen maar goed koffie, hé. Allee, wat is de pronostiek van de eerste match? 8-0. En voor de ander? De latte. Goed nog! Wat was de pronostiek? 8-0? Het beste woord? 6-0. Eerste match gewoon. Hup. Hoe speel je, boys? Je moet erop beten, dan is het direct weg. Nee. Dat is echt. Je moet erop beten. Beloof mij. Ik was niet aan. Kijk zo. Dat is gewoon zeker. Hoe speel je? Blij man, hé. Goed gedaan. Ja, boys. Waar staan jullie? Mike? Hoe wisten ze? Wat is de match?
Ze spelen voor? Winnen. Daar de plaats. Ons wint deze? Zeker, ze moeten. Weekend zit erop. Ga je zo even naar mama? En dan naar boven komen, hè? En nu moet je hier liggen slapen. In het zonnetje. Ik ben bij Jaguar Kortrijk. Jaguar Land Rover Kortrijk. Want Defender moet een onderhoud. Ja, top. Ik ging eerst deze mee hier, maar je hebt maar 30% gevuld. Ja, zo. Voilà. Kort naar Restel gereden, veel file en nu nog gelukkig mooi op tijd voor de trein. Maar Helena en Cole zijn precies van later, denk ik. Morgen, we made it. Oef. Is het met stress? Grijze haren. Bienvenue à Paris. Santé. Restaurant Libertino. Ik wil rekening vragen. Het heeft echt 20 minuten geduurd om te kunnen betalen. Waardoor we ons super hebben moeten haasten. Binnen 6 minuten vertrekt onze trein. Ik denk dat we het gaan halen. We hebben god voor de woon te lopen. Allee! Nu hopen dat ik niet omver word gereden in het Frans Parijs verkeer. Ik hoop dat de rest mee is. Ik kan de deur open gaan voor jullie. Ah, dat is echt zo nice. Het is boven of beneden. Woensdag.
Goed, maar kort nachtje gehad. En nu even op kantoor. Er komen mensen, studenten van Hoogwest, ons kantoor bezoeken. West. Goed, gaan we nu? Dus Hoogwest is hier. Ja. Ja, de studenten zijn hier welkom en dat gaat. Oké. Hallo iedereen. Hallo. Mooi zoveel volk. Welkom bij Hurry. Bedankt dat jullie ons ontvangen. Dat is sympathiek. Ja, maar veel plezier. We hebben wel niet veel plaats hier, maar lukt, hè? Ja, dat is de mens moet eten, niet? Ja. En zo is het alweer etenstijd. Hurry en eten. Parijs moet je toch niet veronder doen voor dit, hè? Oh, we mogen hier niet doordenken. En de Thai food. Hij is makkelijk, hè? Hopla. Hé, dat is van u, hè? Fuck you! Niet bereikbaar. Als je van kastje de muur gestuurd wordt in telefoongesprekken, hè? Ja. Goedemorgen, iedereen. Welke dag is vandaag, Reetje? Donderdag. Alma? Ja? Naar waar gaan we? Naar waar gaan we? Nee. Ga je mee naar Lisa? Nee. Ga je niet naar Lisa? Naar waar ga je dan? Kijk eens naar papa. Hoe doen we dat? Elektriciteit voor dan. Nu gewoon. De eigenaar stuurde de verdachte onmiddellijk de naam uit. In een handelszaak in het shoppingcenter bleef een dame beweren dat ze had betaald met een biljet. Fuck! Weet je wat dat is? Dat is gewoon pure phishing. Nee, dat is, nee? Dat is een be alert message. Dus, zo weet je wat, opsporing verzocht. Ja. Gezocht voor opleiding. Dus als er dingen gebeuren in je buurt, uh-huh, dan krijg je tegenwoordig een automatische call, een robocall, die dan heel dat bericht voorleest aan u. Oké. Okay. Op stap in Brussels. Naar regen voor de opname van een radiospot voor moleculen. Et c'est un vrai plaisir. Surtout, on en profite d'autant plus parce qu'on sait qu'il y aura encore de nombreuses terrasses à venir. Comme chez Molécule, car à partir de jeudi prochain, jour de l'Ascension, à 30 minutes de Lille,